zou je even voor willen stellen? Nou, ik ben Sander Gordijn, leerkracht op kindcentrumtalent.nl. Waarom zijn jullie het project met de drones gestart? Nou, we hebben een innovatiewerkgroep binnen PCBO Meppel. En onder andere valt daar de Drone Cup onder. We vinden het belangrijk dat kinderen bezig zijn met de 21st century skills. Bezig gaan met programmeren bijvoorbeeld, maar ook creativiteit stimuleren. En ja, dat willen we doen met de Drone Cup onder andere. Was deze cup weer net zo geslaagd als de eerste keer? Ja, echt zeker. Ik denk, nou ja, gewoon gelijkwaardig. Want die kinderen zijn zo enthousiast. Ze vinden het zo fantastisch. En het leuke is dat het weer nieuwe groepen zijn die mee kunnen doen. Hoe denk je dat de leerlingen het hebben ervaren? Nou ja, één groot feest, denk ik. Als je ze hoorde, ook met de presentator Joshua, die maakte er gewoon een feestje van. En die kinderen kunnen hun eigen klasgenoten aanmoedigen. Ze mochten ook 2 kinderen per klas afvaardigen. Die moesten ook samen vliegen. En nou ja, dat geeft wel echt een samenhorigheidsgevoel. En dat is ook heel mooi om te zien. Willen jullie dit voor het jaar elk jaar doen? Ja, zeker. Het is zeker het doel om dit nog vaker te doen. De wisselbeker is nu weer meegaan met het kompas. En we gaan zeker kijken om dat of volgend jaar of over 2 jaar weer te kunnen organiseren. Zouden jullie even willen voorstellen? Ik ben Tim. En ik ben Gijs. En wat hebben jullie vandaag gedaan? We hebben gevlogen voor de Drone Cup. En hebben jullie daar veel voor moeten oefenen? Ja, heel veel. Was het moeilijk om te doen? Ja, best wel. En waarom was het moeilijk? Nou, de obstakels zijn lastig en het is met een iPad en dat is wel anders dan andere drones. Ja, dat monster die was ook wel moeilijk. Om doorheen te vliegen. Zou je nog een keer willen meedoen? Ja. Ja, ik ook. Vonden jullie het spannend om hier te staan? Ja, zeker. Ja, ik ook wel spannend, ja. Waarom vonden jullie het spannend? Omdat er best wel veel mensen naar je kijken. Ja, en er zijn ook best wel goeie zitten ertussen, dus het is ook wel heel spannend. En hoeveelste zijn jullie geworden? Eerste. Ja, eerste. Dus daar zijn jullie vast wel een beetje trots op? Ja. Ja. We'll be right back.